Nadat we onze Linux Mint hebben geïnstalleerd, hebben we Windows eens geboot. En wat merken we nu? Ja, nu staat Linux als eerste, Linux Recovery als tweede. Derde denk ik dat er dan RAM komt of zoiets. Dan komt er nog een lijntje. En de vijfde is pas onze Windows versie. Nu bestaat er wel een uitleg online om je volgorde terug aan te passen. Dus Linux is misschien alleen maar een manier om toch altijd te kunnen opstarten, toch altijd internet te kunnen hebben. Zelfs als Windows crasht, dan kan je zeggen van oké, dan kies ik wel even om op te starten via Linux Mint. En dan kan ik zo aan mijn data of zo mijn gegevens. En kan je trouwens ook aan je hardeschijf van Windows om daar je gegevens nog vlug te gaan redden. Nu, het verhaal is vrij simpel. We hebben hier een site gevonden. Wat zou ik gegoogeld hebben? How to change order in Ubuntu. How to change startup order in Linux Mint. En ik had vrij vlug een uitleg gevonden waar mensen zeiden van kijk, je moet dit en dat en dat doen. Dus we zijn momenteel die sites aan het volgen. Er is een code die je moet copy-pasten. Een repository. Dus een, we willen eigenlijk Group Customizer gaan installeren. Dat is vrij simpel, eens dat je het ziet. Maar je moet het eerst geïnstalleerd krijgen. Dus eerst moet je zeggen, oké, daar staat archief, dus daar staat het repository. Dus je moet dat in een Ctrl-Alt-T, dan krijg je dat venster dat nu zit te bewegen, dat is de terminal. Ofwel kies je het via de menus, daar staat ook wel ergens terminal tussen. En nu zie je ondertussen, het programma is ondertussen al geïnstalleerd. En daar staat een Windows 8 versie tussen. En het enige wat ik gedaan heb, is dat, ja, mijn paswoord moet ik weer ingeven. Want anders mag ik een aantal zaken niet doen. Is al wat ik gedaan heb, is gevolgd wat op die site stond. En wat ik deed bijvoorbeeld, was om Windows 8 met de pijltjes omhoog te helpen. Dus dat stond als laatste. En ik heb met een paar pijlklikjes gezorgd dat het op de eerste plaats stond. Volgens mij stopt daar de stappen. Ik heb de verdere stappen gedaan van de website, maar probeer het nu eens. Als het bewaard is, dan ga je terug afsluiten en ga je kijken, werkt het nu al? Dan is je werk, zit je werk erop. Volgens mij zit het werk er nu op. En moet dit dus niet meer gebeuren. Dus probeer het eerst, kom anders terug. Als het niet werkt, kom dan terug naar de film en doe dan de rest van de stappen. Het kan zijn dus dat je dus nog verder moet in de grub config file een code moet gaan veranderen van 0 naar 7, dacht ik zo van buiten, want nu ben ik echt van buiten aan het vertellen. En je bewaart dat eenmaal, je moet dat openen via die specifieke code, je copy-paste dat in je terminal. Dan, eens dat dat geopend is, zet je terug je gedit of de teksteditor dicht, je copy-paste de volgende code erin. Dat zegt van, gaat grub updaten. Dat zorgt ervoor dat er dus een nieuwe group aangemaakt wordt. Ik vraag me af of dat misschien wel nodig was. En eens dat dat allemaal gebeurd is, alle stappen hebben in ieder geval voor mij gewerkt. Ik weet niet welke stap nu precies het al werkte. Ik vraag me af puur of dat via de group customizer alleen het zou werken. Dat heb ik dus niet geprobeerd. Ik heb heel de oefeningen gemaakt. En wat zie je dan? Dan krijg je inderdaad Windows 8 Loader als eerste plaats. Maar dat komt door die Group Customizer, denk ik dan. En de vraag is natuurlijk, is dat alleen maar nodig? Of moet ik alle stappen doen? Ik zet de link erbij op de website, dan kan je die volgen.